Hi, my name's Lesley Moffat, and I'm originally Canadian. I did my Master's of Science in Poultry Behavior underneath Dr. Duncan at the University of Guelph. And about 20 years ago, I migrated to Europe, and I run an NGO here called Eyes on Animals. And I want to tell you today about a project that we've been working on really intensely for the past 5 years. And it involves changing the way we're catching and loading spent laying hens. Everywhere around the world, spent laying hens on large farms are caught by 2 to 3 birds per hand, hung upside down by their legs, and it causes a lot of stress and a lot of injury. So we decided, let's change this. We now teach the upright method of catching hens. It's very simple. You grab the hen around the wings, you support her upright, and you place her in the cage or in the transport crate. About 5 companies now, possibly even 6 in Holland, have changed. 8 companies that have welfare labels, but more and more are joining on. And tonight, I want to show you how we're doing that. We're going to load 18,000 hens at one of the newest companies that decided to make the switch. We're together with a team of about 25 commercial catchers. And in the dark, in the barn, I'm going to show you how we do it. And afterwards, I'm going to show you a TV show that was broadcasted on Dutch TV. I've put English subtitles on, so international people and Canadians like you can follow it, about our chicken catching project in the Netherlands and how far we've come. So come with me. Let me show you how we do it. Tonight we're at a farm in the Netherlands that decided to switch to the more humane upright method of catching. We're together with a group of catchers, commercial catchers, and tonight they're going to show you how they do this. They've been trained. The decibel level is only between 58 and 62. They hold them upright, 1 or 2 birds at a time, place them with the head down into the crate, upright. This method of catching takes 1.7 times longer, so less than twice as long. And with more catches, you're just as efficient, or you're a little bit longer, but it's not a big deal, and it really results in fewer injuries. It's also calmer for the workers and calmer for the birds. As you can hear, there's very little noise when it's done this way compared to the traditional method. De kippen die al deze eitjes leggen voor ons paasontbijt morgen, die worden als ze zo'n 1,5 jaar zijn geslacht, omdat ze niet productief genoeg meer zijn. Nou, deze week werd bekend dat een groot deel van de kippen al een pijnlijke dood sterft tijdens het transport naar de slacht. En dat is heel verdrietig. Maar er is gelukkig een meer diervriendelijke oplossing die simpel en goedkoop is. Ik koop alleen biologische eieren. Echt legbatterijen bestaan volgens mij niet meer. Nee. Maar of ze wel een beetje van een verantwoorde plek komen, ja. Nou, in ieder geval biologisch. Dat ze meer ruimte hebben en eigenlijk de meest best verzorgde. Jij koopt misschien ook wel biologische of 3-ster beter leven eieren. Je verwacht natuurlijk dat de kippen daardoor een beter leven hebben. En dat klopt. Die leghennen hebben meer ruimte, meer daglicht en meer afleiding. Maar wat nu als ze klaar zijn met hun productieve leven? Heeft u wel eens gehoord van hoe ze die kippen vangen nadat ze hun eieren gelegd hebben? Nee. Een naar waarschijnlijk. Wil ik dat weten? Als kippen na 1,5 jaar zijn uitgelegd, worden ze gevangen om naar de slachterij te gaan. De standaard manier van vangen voor alle leghennen is op zijn kop aan 1 of 2 poten. Het gebeurt 's nachts omdat de kippen dan slapen en rustig zijn. Voor zolang dat duurt. De traditionele manier is dat je 1 poot vast hebt en dan heb je 3 of 4 kippen in 1 hand en hetzelfde aantal in de andere hand. En dat breng je dan naar de krat toe. Dat is voor een dier natuurlijk niet prettig om aan 1 poot vastgehouden te worden. Het zal niet direct breken, maar als je wat minder geschoold personeel hebt, dan kan dat wel. Plus dat als je 4 kippen tegelijk in een krat stopt, er zijn kleine openingen om te voorkomen dat ze er direct weer uitvliegen. Dus in die zin is het ook lastig om ze dan alle 4 op een nette manier door dat gat te krijgen. Thea van Niekerk is onderzoeker dierenwelzijn van pluimvee. De standaardmethode van vangen is niet de diervriendelijkste. Dat blijkt ook weer uit recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA. In een rapport van 3 maart staat... De NVWA constateert dat er te veel kippen met vaak ernstig vangletsel worden aangevoerd op slachthuizen. Bij een groot koppel kan het er gaan om meer dan 2000 ernstig gewonde dieren. Ruud Sanders is vooruitstrevend pluimveehouder. De eieren die zijn kippen leggen voldoen aan het 3-sterren beter leven keurmerk.
Op een gegeven moment gaan toch de kippen ook naar de slachterij. Of we dat nu erg vinden of niet, dat gaat toch gebeuren. En wij zeggen, je moet tot aan het einde van het leven het zo goed mogelijk doen. Dus ook het vangen van de dieren en transport van de dieren moet je met het meeste respect doen wat we maar kunnen. Nou, en dat doen we hier dus ook. We vangen de kippen op een andere manier als gangbaar. Die andere manier is de rechtop-methode. Dierenwelzijnorganisatie Eyes on Animals wil dat deze vangmethode de standaard wordt. Madeleine, ja? Kan je eens laten zien hoe je die kip oppakt? Ja, nou dat doe je eigenlijk gewoon heel simpel, gewoon rechtop. Onder de borst. Rondom de vleugels, zodat ze niet fladdert. En zo blijft ze eigenlijk heel erg rustig. De kippen van Ruud Sanders worden met deze wel diervriendelijke methode gevangen. De leghennen worden als ze 's nachts op stok zitten rustig en rechtop één voor één in het krat gezet. Je zou toch verwachten dat alle drie sterren en biologische leghennen ook diervriendelijk worden gevangen. Maar is dat ook zo? Goedemiddag. Waarmee kan ik u helpen? Goedemiddag met Maarten. Ik heb een vraagje over jullie biologische eieren. We bellen met de grote supermarkten die huismerk biologische eieren verkopen. De vraag was hoe de eieren gevangen worden of hoe de kippen gevangen worden. Ja. Daar kan ik helaas, daar heb ik helaas geen inzicht over die informatie. Ik snap even niet de vraagstelling, meneer. Excuus. De wachttijd is momenteel 15 minuten. Oh. 15. 15. Helaas zijn al onze medewerkers in gesprek. Helaas, om te informeren, helaas hebben wij van de klantenservice deze informatie niet. En wat er specifiek met deze kippen zou gebeuren, nee, dat antwoord moet ik echt schuldig maken. Oké. Van de supermarkten worden we niets wijzer. Eyes on Animals weet het wel. Helaas worden de kippen van deze biologische eieren niet diervriendelijk gevangen, maar op de kop. Waarom geven we een kip een goed leven en vangen we haar uiteindelijk op het einde op zo'n ruwe manier, hardhandig? Het goede nieuws is dat de meter, kipster en rondeel al wel diervriendelijk vangen. Natuurwinkels Ecoplaza en Odin en het merk Gijs gaan de eerstvolgende keer de kippen rechtop vangen. En als het aan Eyes on Animals ligt, dan gaat iedereen dat doen. Ze gaan langs bij boeren om ze voor te lichten en bieden training aan vangploegen. In het beginsel waren er natuurlijk best wel veel boeren die sceptisch waren. En die boeren die zijn er nu nog steeds. Maar ook sceptische boeren hebben we weten over te halen. Het is eigenlijk een kwestie van het gewoon een keertje samen met ons doen. We moeten ze eigenlijk gewoon overtuigen om het één keer samen met ons te doen. Dus de kippen op deze rustige, rechtop manier te vangen. En dan zien we eigenlijk dat de pluimveehouder eigenlijk ook wel ziet dat het veel beter is. Want het is gewoon veel rustiger in de stal. Je hoort niet meer dat gekrijs en niet meer dat gefladder. De kippen die blijven gewoon een veel rustiger onder. En uiteindelijk voelt de pluimveehouder zich daar ook wel beter bij. Het rechtopvangen van de duizenden kippen duurt langer en kost dus meer. Maar Ruud Sanders ziet geen probleem. Ja, alles wat extra welzijn is, dat kost geld, dat klopt. Alleen als je het uit gaat rekenen, ligt er een beetje aan hoe je dat uitrekent. Want als ik dat hier uitreken, dan kost ons dat vangen van die kip op die manier, dat kost ons 3000 euro. Nou, dat is best wel veel. Als ik het per kip uitreken, is dat nog 15 eurocent per kip. Als een kip, die heeft in die tijd dat hij hier leeft, heeft hij ongeveer 350 eieren gelegd. Dus als ik dan per ei uitreken, dan is dat 0,0004 euro per ei. Dat is ongeveer een halve cent extra per doos van 10 eieren. Dat is niet veel. Voor de pluimveeboer is 3000 euro per jaar wel weer veel. Dus wie moet het recht opvangen betalen? Agrarisch bedrijfseconoom Henk Hogeveen keek naar de verschillen tussen scharreleiprijzen en de biologische eierprijzen. Als we dezelfde soort kosten nemen, met dezelfde soort marges nemen, dan zou een biologische ei in de retail een stuk goedkoper zijn dan het nu is. Hoeveel meer goedkoper? Zou dat 28 à 29 cent moeten kosten, terwijl we nou zeg zo'n 9 cent betalen. En dat is een fors verschil. Waar verdwijnen die 10 centen heen dan? Nou ja, die zitten dus ergens in marges of in winst. Het lijkt er sterk op dat het woord biologisch de supermarkten 10 cent extra per ei oplevert. De extra kosten voor diervriendelijk vangen moeten dan toch geen probleem zijn. Dus zelf zie ik eigenlijk geen reden waarom dat we dit niet grootschalig in zouden voeren. Je kunt er denk ik een boer niet alleen mee opschepen, maar een boer samen met een supermarkt en eventuele tussenhandel. Volgens mij kunnen we het gewoon met elkaar afspreken of we het gaan doen.
Net iets meer dan de helft van onze nieuwsbrieflezers let bij het kopen van eieren zowel op de prijs als op het dierenwelzijn. En 47% denkt bij het kopen van biologische eieren dat die biologische kippen ook diervriendelijk gevangen worden. Maar dat is dus meestal niet zo. Als je de kippen goed vangt, dan kost dat natuurlijk meer tijd en iets meer geld. Het betekent concreet dat een doosje van 10 eieren maximaal een cent duurder zou worden. Nou, iets meer dan de helft van de respondenten die zegt dat de consument dit zou moeten betalen. En een derde vindt dat de supermarkten dit voor hun rekening moeten nemen. Een minderheid vindt dat de rekening naar de pluimveehouder moet. 89% van de mensen is bereid op bedrag van maximaal 1 cent bij te betalen als de kip daardoor diervriendelijker wordt gevangen. De supermarkten die willen niet bij mij aan tafel reageren, maar het lijkt me duidelijk. Het gaat hier over maximaal 1 cent extra per doosje. Waar hebben we het dus over? Supermarkten, pak jullie verantwoordelijkheid. Wij houden het in de gaten en we komen hier zeker op terug. Thuis kan je in de tussentijd ook iets doen. Je kan bijvoorbeeld eieren van kippen kopen die diervriendelijker worden gevangen. Er zijn 4 merken die dat tot nu toe doen. En welke dat zijn kun je nalezen op onze site.